De raffinaderij van Suralco te Paranam zal voorlopig niet worden ontmanteld. Dit deelde DNA-voorzitter Jennifer Geling-Simons vrijdag mee aan het parlement. De mededeling deed ze meteen na de behandeling van de ingekomen stukken. Dus ik meld aan de Nationale Assemblée dat de waarnemend president ons net een brief heeft gestuurd waarin de regering aangeeft dat de ontmanteling van de plant van Alcoa wordt uitgesteld op basis van wat het parlement aan de regering heeft voorgehouden. En het slot van de brief is: de regering meent middels deze invulling te hebben gegeven aan de wens van het parlement om de definitive agreements middels de machtigingswet het parlement te hebben gepasseerd alvorens Alcoa signaal te geven tot verdere ontmanteling. De regering heeft dus besluit genomen dat Alcoa met de uitvoering van dit voorgesteld programma is aldus besloten de verdere ontmanteling van de Paranam raffinaderij uit te stellen. Voorts mogen u zijn geïnformeerd dat de Alcoa voor deze ontmanteling van de raffinaderij het signaal van de regering zal afwachten. En de regering zegt het signaal te zullen geven wanneer de Nationale Assemblée klaar is. Wij zijn wel blij met deze ontwikkeling, deze stap van de regering. Zodoende kunnen we met elkaar in het democratisch proces de weg vinden. En hebben we onze wet en regelgeving in elk geval in stand gehouden. Meteen na zijn aankomst uit Cuba ging president Desi Bouterse onder andere in op deze kwestie. Het staatshoofd bevestigde niet dat de ontmanteling van de raffinaderij is aangehouden. Hij deelde de media mee dat de regering 4 jaar heeft gesproken en onderhandeld met de Suralco. Volgens de president ligt er nu een stevig contract op de regering te wachten, ondersteund door nationale en internationale deskundigen en advocaten. De regering gaat de zaak tekenen. Uiteraard heeft de DNA, ruimte nodig om de zaken te lezen en mogelijkwijs vragen te stellen. Wat we niet moeten doen, is wat te doen gebruik is in Suriname. Want we zijn meesters in het om Suriname af te houden om dingen te doen. Surinamers weten het altijd beter, zoals u weet. Als dat Surinamers lid wordt er niks gedaan. We hebben jaren geleden een fantastisch project van BHP hier gehad. En gelooft u me, het was een miljardenproject. Maar er is 1 Joharië troese geweest over dat project. En dat project zou garanderen de voortgang van de bauxietindustrie voor de komende 60 jaar. Maar we wisten het beter en we zijn zo lang bezig geweest tot BHP de stekker eruit getrokken heeft. President Desi Bouterse vandaag tijdens een persconferentie na zijn aankomst uit Cuba. Hij ging omstandig in op de kwestie ontmanteling Suralco raffinaderij. DNA-voorzitter Geling-Simons heeft afgelopen vrijdag het parlement meegedeeld dat de Suralco raffinaderij voorlopig niet zal worden ontmanteld. Het staatshoofd is tijdens de persconferentie ook ingegaan op de succesvolle operatie die hij in Cuba is ondergaan. Morgen komen we daarop terug.